Ik ging naar Aalst naar school en we moesten een treinabonnement betalen, maar het ging gewoon niet, we konden dat niet betalen. We konden soep kopen op school, 20 frank was dat toen, dat ging niet. Of dat ik niet naar de dokter kon gaan bijvoorbeeld, of naar de tandarts. Of... Dan moest dat maar opschuiven en moest dat maar wachten tot de volgende maand. En dan ga je bij andere kinderen thuis en dan zie je het huis, dus het speelgoed, alles wat ze hebben. Dus dat is wel confronterend. Ook voor cadeautjes. Ja, je neemt dan graag wel iets mee voor de jarigen. Dat was ook niet altijd evident. Dus dan ging je soms wel eens niet naar een verjaardagsfeestje, gewoon omdat je geen cadeautje kon betalen. Het gevoel toen dat ik had, dat was dat ik minderwaardig was. En er gewoon niet bij horen. Wij waren gelijk de mindere. Mijn zus kreeg de opdracht om kleurpotloden mee te brengen. Maar zat hij niet bij. En dan zei ze eerlijk van, kijk, wij kunnen het niet betalen. Wij hebben er nu geen geld voor. Dan kreeg ze zo'n nota in haar agenda. En dan is ze thuisgekomen, heeft ze dat tegen mijn mama gezegd. En dan kreeg ze van mijn mama ook onder haar voeten. Van, ja, waarom moet je dat nu gaan zeggen? Nu weten ze dat op school, dat ze dan niet kunnen zeggen van, hey, ik ben ze vergeten of zo. Dus om duur, ja, wordt u dat aangeleerd van thuis uit. Dat je moet je verbergen, je verstoppen, dat je moet altijd de schuld op u nemen. Om het toch maar te verbergen dat je problemen hebt thuis. En ik heb dat eigenlijk ook altijd gedaan, mij altijd verstopt. Altijd op de achtergrond gehouden om niet op te vallen. Eens afgestudeerd merk je toch wel dat er nog leerkrachten zijn die het inlevingsvermogen missen op vlak van armoede om eigenlijk te beseffen wat dat juist inhoudt, wat dat doet ook met een kind, met de ouders. En om daar op een gepaste manier mee om te gaan zonder die vooroordelen altijd, die er toch wel vaak zijn. Ja, zo de... Eigenlijk de stereotype dingen altijd. Hè. Zo van, die kunnen een gsm kopen, maar ze kunnen geen fruit voorzien voor hun kind. Ze hebben de nieuwste schoenen. En dan gaat er bij mij al direct zo een belletje rinkelen van, ja, maar ja, dat is ook omdat ze willen dat hun kinderen... Dat dat niet opvalt. Ze willen dat ook aan hun kinderen kunnen geven. Bij mijn mama was dat ook vroeger. Er was niet veel ruimte om extra's te kopen. Maar als de Sint kwam, dan stond de tafel vol. Ja, en sowieso voelden we dat dan later in de maand wel, dat het dan weer extra moeilijk ging. Maar je moet je voorstellen dat je een ouder bent en je moet elke keer je kind van alles ontzeggen, omdat je het gewoon niet kunt. Dat was voor haar zo'n moment van, ja, nu ga ik ze niet echt alles geven. Kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten, die horen heel veel negativiteit. Die horen heel veel zorgen, problemen, hoe dan ook. Ouders kunnen dat niet wegsteken. Die voelen dat. Ja, dat zijn vaak kinderen die zich thuis al zo slecht voelen. Hoe fantastisch is dat dan als je op school hun wel die veiligheid en die liefde kunt geven en die aandacht die ze, waar ze zo naar snakken vaak. En dat is niet dat die ouders dat niet willen of kunnen of doen, die liefde geven, maar het is vaak zo dat die mensen met zoveel andere dingen bezig zijn, dat er vaak niet of minder van komt. Door wat ik zelf in mijn jeugd heb meegemaakt, is toch voor mij wel, denk ik, soms iets gemakkelijker om gevoelig te zijn voor bepaalde signalen, dat er toch wel iets aan de hand is. Bijvoorbeeld boekentas vaak niet in orde, mapje niet bij of niet nagekeken, vaak geen fruit mee. Als we een uitstap doen, gaan de kindjes
regelmatig niet mee. We hebben ook sportdagen op school die dan betalend zijn. Als je zo verschillende signalen begint op te tellen, dan je denkt van, maar het is nu toch wel een paar keer bij hetzelfde kind dat er iets voorvalt. Dat ik dan denk van, misschien moet ik daar toch wel nog meer aandacht aan geven. En dan denk ik dat het belangrijkste is om proberen contact te maken met de ouders. Maar dan heb je soms ook ouders dat je voelt van, dan moet ik het echt wel rustig aanpakken. Dan moet ik opletten hoe ik mijn vragen stel. Dat ze niet het gevoel hebben van, ja kijk, ze gaat u met de vinger wijzen. Dus ja, een beetje af en toe toetsen. Kijken wie dat je voor u hebt. Dat kinderen zich veilig voelen op school, dat is een heel belangrijke. Maar dat is ook zo naar de ouders toe. Vanaf dat ze de streep overkomen, dat ze het gevoel hebben van oké, hier kan ik terecht, hier voel ik mij veilig. Ik word hier niet constant met mijn neus op fouten of gebreken of problemen gedrukt. Hier kan ik even alles vergeten. Hier kan ik positieve dingen van mijn kinderen horen. Dingen die wel goed draaien, dingen die wel goed gaan. Maar dat je op den duur wel hen het gevoel geeft van kijk, als er iets is, kom bij mij, vertel het mij, misschien kan ik iets doen. Wij kunnen niet altijd met alles helpen, maar we kunnen wel altijd luisteren of misschien met kleine dingen te doen. Ja, en zo goed mogelijk proberen helpen. Het is niet de taak van een leerkracht om armoede op te lossen, maar het is wel onze taak als leerkracht om er te zijn voor de ouders. Om een band op te bouwen met de ouders, met elke ouder. Om open te staan, om een open houding te hebben. En geen oogkleppen. Kinderen die in moeilijke situaties zitten, armoede, mishandeling, maakt niet uit. Die zijn getraind in het verstoppen. Dus het is heel moeilijk om als leerkracht sommige situaties te ontdekken, om te merken dat er iets mis is. Maar als ze iets merken, is het wel belangrijk dat ze er iets mee doen.